Hallo jongens en meisjes en welkom bij een nieuwe 07 Packs video. Afgelopen weekend heb ik niet zoveel aan FUT Champions gedaan. Ik ben maar tot 8 wins gekomen. Ik heb er iets van 13, 14 gespeeld of zo. Maar ik had geen zin meer. Ik krijg eerlijk gezegd steeds minder zin in de Weekend League. Omdat het spel voelt gewoon zo gescript af en toe dat ik een klein beetje tegen mijn zin in aan het spelen ben. En ik moest er zondag nog heel veel doen. Dus ik dacht, nou, ik kap ermee. Ik heb 8 wins dus. Maar we gaan gewoon in ieder geval die pakketjes openen. Kijken of er wat moois in zit. Laten we in ieder geval beginnen met de Champions Rewards. Nou, dat is dus zilver 2. Ik heb dus ook geen 2000 kwalificatiepunten voor volgende week. Dus of ik dit weekend aan de Weekend League mee ga doen is zeer twijfelachtig. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En ik weet niet of ik überhaupt dit jaar er nog aan mee ga doen. Niet zo heel veel zin meer in. Maar ik ga in ieder geval anders nog wel andere... Oh, kijk eens. Ik pak wel hier gewoon een Lucas Moura uit de spelerkeuze. Wauw. Oké. Okay. Nou, dankjewel EA. Maar wat ik wil zeggen, ik ga in ieder geval wel dan nog wat transfertactiek of zo ga ik nog online gooien. Ik ga in ieder geval nog wel FIFA video's maken. En misschien gewoon nog wel 07 packs met Marky krachtmeting. Nee, niet snel verkopen, weer gek geworden. Met Marky krachtmetingen en ja, andere SBC's en rivals rewards. Dan kunnen we in ieder geval nog wel wat video's maken. Maar dat zien we in de toekomst wel. Abonneer in ieder geval op dit kanaal, dan kan je in ieder geval op de hoogte blijven. Volg ons ook op Instagram, daar komen ook alle updates altijd op. Zelfde naam als op YouTube 07tuig. Maar ik krijg dus geen pakket ofzo als ik in die divisie ben geëindigd. Is dat zo? Oké. Nee, dat klopt niet. Waar zijn mijn pakketten, goos? Nou, ik heb in ieder geval een Lucas Moura gekregen, hè? En die kan ik nog gebruiken ook in mijn Premier League elftal. Geen idee. Oh, die pakketten zijn gewoon naar de winkel. Oké, nou, die gaan we zo openen. Division Rivals. Dan ga ik toch gewoon voor 2 megapakketten die wel verhandelbaar zijn in ieder geval. En zo komen we dus op 8 pakketten. Ik heb de Marky krachtmetingen ook nog gedaan. UEFA Marky krachtmetingen heb ik niet gedaan. Want ja, dat was best wel veel werk met een zeldzame Champions League kaart die je daarin moest doen. Eerst pakket, boom. Linksbuiten, Ivoorkust. Geen idee. Niet boeiend. Oh, die heb ik ook al. Gradel, oké. Toornstra. Ja, la 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 la. Oké. Okay. That shit, man. That shit. Klein topgouden spelerpakket. En door. Oh, wow. Echt topspelerpakket, man. Dankjewel. Nou, weet je wat? Transferlijst gewoon makkelijker. Nog zo'n mooi pakket. Doe me alsjeblieft nog een paar van die topspelers, EA. Van die topspelers die ik net kreeg. Dankjewel. Hallo, Deutschland. Sule, hallo, Sule, hoi. Dubbel gewoon ook, en Lingard. Oké, dan. Transferlijst. Nou gaan we beginnen. Zwarte pakketten, zwarte randen, zwarte randen. Alleen maar informs. Zie je? Franse doelman, wie is het? Ruffier. Leconte. Sancho. Waarom niet Future Star Sancho? Estadio Azteca. Oh, dit willen we niet, YouTube. Liedje willen we horen, liedje. Dankjewel. Mega pakket. Mega. Why EA hates me? Cillessen. S. Inzaghi. Oké, ik wist niet dat hij een trainer was. Hoofd, heel haar hoofd.
Jager, kijk. Oh, die is wel mooi hoor. Zo, die is echt mooi. Die is echt lelijk, maar die hou ik wel. Transferlijst, 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 transferlijst. Kom op, ik wil de bruine. Ja, daar is die. Nee, daar is die niet. Mandanda. Sergio Pat. Als hij maar wel een kaartje heeft gekocht om in mijn team te kopen. Huge lol. Weg. 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 Oeh, die is wel mooi. Brazilië. Nog zo'n hoofd. Nou, nou, het zijn wel weer de pakketten hoor, hè. Ben ik even blij dat ik er niet al te veel energie in heb gestoken. Jongen, 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 jongen. Guay op zeker. Oh, Boateng. Boateng, speelt hij bij Barcelona? What the fuck? Oh ja, die speelt bij Barcelona. Dini, dit is een held, hè. Deze hoort gewoon rating 90 of zo te hebben. Minimaal. Forever Blowing Bubbles. Zo, dit is ook wel een mooi shirt, hoor. Tering, hè. Ja, gaan we Noord-Ierland wegdoen. Het spijt me voor al onze Noord-Ierse volgers. Waarom doe ik dit eigenlijk allemaal op de transferlijst? Het is allemaal shit. Dat moet snel verkopen. Ik ben dom. Nog twee. Top Electrum spelerspakket. Kevin de Bruyne. Man, 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 man. Kansloos. Oké. Kawasaki. Niks waard. Die zilveren check ik altijd. Ik kom er niet veel meer tegen die echt veel waard zijn, eerlijk gezegd. Ook niks. Deze is sowieso niks. Oké. Dan maar houden, hè. Ja, dit is ook niks. Kan niet. Oh my god. Toch wel. Kijk, daarom check ik ze altijd. Is toch makkelijk verdiend, hè? Boom! I literally don't know what to say. Wat een gigantische reward weer vandaag. Voor de gelukkige vinder. Brazilianen die kunnen altijd, dit bedoel ik, die kunnen altijd wat waard zijn. Breek me de bek niet open. Oké. Easy, easy money.
We verdienen weer op de zilveren spelers vandaag. Nou, die is het niet waard. Deze wel. Sapong. Deze blijkbaar ook. Dit laatste pakketje is alleen maar goed omdat er veel waardevolle zilver in zitten. Story of my life. Oké, naar club. Even kijken. Dan heb ik niks meer, hè? Nee, dan heb ik niks meer. Kijk eens, deze zilver is gelijk weg. 3500, boom, in het laadje. Kassa. Wat was eigenlijk de Team of the Week? Kijk die Team of the Week. Ga naar Team of the Week. En ik krijg niks. Ik zie een De Bruyne, ik zie een... Nainggolan. Fraser, Bournemouth, dat is toch wel ook een leuk team. Kijk dan, Coman. Wie ben jij? Sker. Koulibaly. Reina. Lucas Moura heb ik dan wel uit die player pick, oké. Deze gozer heeft al... volgens mij zit zijn vijfde of zesde Team of the Week of zo. Bizar. Inaki Williams. Huntelaar in vorm. Oké dan. Ik wist niet eens dat hij speelde. Oké, nee ja. Unfortunate. Wel een goede player pick gekregen. Die ga ik wel wat inzetten in de Weekend League. Als ik mee ga doen en anders in Rivals. Ik bedank jullie nu in ieder geval voor het kijken. En tot de volgende video.